Goedenavond, broeders en zusters hier en thuis, vrienden. Dank u wel dat jullie allemaal weer kijken. Mooi om elkaar hier weer te ontmoeten. Ik wil vandaag beginnen met een paar versen uit Ezechiël. Het is vandaag is de collecte voor Israël, voor het werk in Israël. En dat we zo met elkaar mogen doen, mogen ondersteunen. Het werk van familie Smatja. In de drukkerij waar veel bijbels ook gedrukt worden en meegegeven worden aan alle nieuwe inwoners die daar binnenkomen in dat land. En dat is dan ook in verschillende talen. Ezechiël 36, waar ik een vers lezen, en 37 ook twee versen. Ezechiël 36, vers 24, daar staat: ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. En in Ezechiël 37, daar staat, even kijken, en spreekt tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één koning hebben. Eén koning als koning hebben. Zij zullen niet langer twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dat is een geweldige belofte die de Heer daar geeft. En dit is al ver voor de tijd, ook voor de ballingschap. En ze zullen terugkomen. De Heer zal ze weghalen uit alle landen waarin ze over de hele wereld gegaan zijn en verstrooid zijn, zou ik haar zeggen. En dat heeft hij ook zo beloofd. Dat aan het eind van de tijd, als hij terugkomt, zullen ze terug zijn. En wij mogen daar getuigen van zijn. Wij mogen dat zien gebeuren voor onze ogen, dat ze thuiskomen. En dat is een geweldige belofte, maar ook een geweldige zegen ook voor ons, dat we dat zo mogen meemaken. Het eerste lied waarnaar we mogen luisteren is Heerser over alle dingen. En dat is die. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was en is en komen zal. Thank you.
heerser over alle dingen. En die willen we nu ook aanbidden en een zegen vragen over deze dienst. Heer onze God, het is goed om zo samen te zijn, maar ook om zo aan het begin daarvan, van ons samen zijn, te mogen zeggen, Heer God, dat u als heerser over alle dingen, heerser van ons leven, heerser over de wereld, u die de schepping gemaakt heeft, de schepping heeft doen ontstaan, Heer God, alle dingen in ons leven, daar waar u bij betrokken bent en van weet, Heer, dat u willen we aanbidden, u willen we groot maken, loven en prijzen ook zo deze avond. Verlangend zijn we weer opgekomen en luisteren we ook thuis, Heer God, naar wat u ook door onze broeder Niemeyer tot ons te zeggen hebt deze avond. Wilt u hem daarin zegenen en leiden? Heer, we zien zo naar u uit en naar u op. We vragen het u in de wonderbare naam van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, dan gaan we luisteren naar het lied Kom tot de Vader, 599. Song.
luisteren, dat vind ik maar twee keer niks. Maar ja, het is een mooie liederen, maar hij het niet zelf kunnen meezingen. Dat is wel heel erg. Ik kan er maar niet aan winnen. Goed, we gaan naar de mededeling toe, maar eerst even de paasactie. En Jeanette zal er iets meer van vertellen. Ja, hele goede middag allemaal, ook mensen thuis. En net als vanochtend mag ik u vast even meenemen naar Pasen over een aantal weken. En net als nu kunnen we niet allemaal met elkaar de dienst vieren hier, het Pasen vieren hier. Maar dat betekent niet dat we de verbinding kunnen zoeken met elkaar. En naast de paasdienst misschien luisteren en kijken en hier een aantal aanwezig zijn, kunnen we elkaar ook onderling verbinden. En dat willen we eigenlijk op een bepaalde manier doen, zoals vanmorgen ook gezegd. We willen heel graag elk huisadres uit de gemeente een ander adres toegewezen geven. En aan dat adres mag u dan een kaart sturen. Misschien een mooie boodschap, een mooi lied. Misschien kunt u iets lekkers bakken. En misschien kunt u op bezoek gaan. Maar dat hoeft natuurlijk niet, dat bezoekje. Daar was iets verwarring over vanmorgen. Maar het kan dus op vele manieren. Kunt u gewoon onderling contact zoeken. En zo met elkaar de verbinding zoeken. Want we zijn met elkaar verbonden in onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. En met Pasen vieren we zijn opstanding. En ja, zo kunnen we dat toch samen doen. Wij halen die adressen uit ons leden- en vriendenboekje. Dus zegt u nu van ja, ik wil hier liever toch niet aan meedoen. Voel u daar ook vrij in. Maar geef het dan even door aan mij of aan Erik. Dan zullen we daarvoor zorgen. En bent u nou hier ook vaak in de dienst en bent u geen lid of geen vriend? Dan kunt u natuurlijk wel meedoen. Ook van harte welkom daarvoor. Maar dan hebben we uw adresgegevens natuurlijk weer even nodig. En die mag u doorgeven aan het secretariaat van Bethel. Dan heb ik het opgeschreven. Het secretariaat @bethel-hattem.nl of u mag bellen met 06-27-028-123. Al deze informatie is ook terug te vinden morgen in de mail bij de mededelingen. En de dingen die ik gevraagd heb om door te geven, als dat voor 22 maart kan, dan heel graag. Dus zo hopen we toch samen ook een goede Pasen te mogen vieren. Dank jullie wel. Ja, heel leuk initiatief, vind ik wel tenminste. Ik denk dat we er dat doen we sowieso aan mee. Dan heb ik de mededelingen voor u van vandaag. Allereerst even over de zieken. We vragen gebed voor Wim Zeeman. Wim Zeeman is uit Wapenveld is 5 weken geleden gevallen. Van de steiger af op zijn werk. Hij heeft nog heel veel klachten daaraan overgehouden. Hoofdpijn onder andere. Voor hem vragen we uw gebed. Volgens mij is dat nog niet eerder bekendgemaakt. Maar het is goed om hem bij de Heer op te dragen, zodat hij weer kan functioneren. We wensen veel sterkte en Gods nabijheid toe, uiteraard. Dan hebben we de geboorte, mag ik doorgeven. 6 maart is Suzanne Evi geboren. Zij is de dochter van Rob en Henrike Leurink en zusje van Sophie. We willen natuurlijk de ouders, maar ook de grootouders, Ton en Evelien, van harte geluk wensen. Met hun klein kind, tenminste Ton en Evelien met hun kleinkind en Rob en Henriët met hun dochter. Mooie tijd, zoals ik vanmorgen ook gezegd heb, genieten van. Dan vanavond is onze broeder Niemeyer, ik had de naam al even genoemd. En die is ook op 28 maart 's avonds bij ons. Dan hebben we de dienst weer 's avonds om 7 uur. Maar bij de diensten zijn alle diensten live te volgen via YouTube. Het thema voor eigenlijk een doorlopend thema is verwachtingsvol uitzien. Vanavond gaat het over waarom verwachtingsvol uitzien. En 28 maart is het waarnaar verwachtingsvol uitzien. Collecte is vandaag voor het werk in Israël, zoals ik al genoemd heb. Dan had ik u net als vanmorgen had ik wat op mijn hart om u door te geven. We hadden gemerkt dat er wat verdeeldheid in de gemeente is met betrekking tot mensen die zich wel laten vaccineren of daartegen zijn. En dat is op zich niks mis mee, dat is goed, dat is uw goed recht, dat is ieders goed recht. Maar het is wel zo dat we daar elkaar in wel moeten vrijlaten en daarin elkaar niet moeten aanvallen. En daarom heb ik een gedeelte vanmorgen ook gelezen uit Romeinen 14. En dat is vers 7 tot 14. En de Romeinen 14, vers 7, daar staat: niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf.
Want als we leven, leven wij voor de Heer. En als we sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? We zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot strijden, tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hen die het van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Tot zover. Paulus schrijft aan deze gemeente omdat er verdeeldheid was. Het ging daar om veroordelen en minachten. Momenteel wordt er bij ons in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus en op social media en op internet is er veel over te lezen. In het vaccin zou materiaal zitten van foetussen of geadopteerde baby's. Er zou een chip in zitten die onze gangen zou vastleggen via 5G-netwerk te volgen zijn, of er zou materiaal in zitten dat onze DNA aantast of zou veranderen. Nog veel meer van dit soort dingen staat er te lezen. Bij nazoeken bij gerenommeerde onderzoeksbureaus kan men daar niets over bevestigen, naar aanleiding van de aan hen gestelde vragen. Het schijnt in ieder geval niet zichtbaar te zijn. Men acht dit dan ook zeer onwaarschijnlijk. Gezien de tijd waar we nu in leven en de belangstelling tussen aanhalingstekens voor de antichrist, menen velen daar iets over te moeten zeggen. De Bijbelse volgorde is daarbij dan ook niet meer zo van belang, schijnt het. Onrust brengt dat echter wel, ook bij onze broeders en zusters. Dit wordt nog versterkt doordat de tegenstanders van vaccinatie de voorstanders benaderen en hen erop aanspreken. De vader der leugen die elke gelegenheid aangrijpt om christenen te doen struikelen, heeft al dankbaar gebruik gemaakt van de geldende maatregelen. De lofzang is verstomd in de gemeente en ook het samenkomen bemoeilijkt. Nu heeft hij een nieuwe middel door voor- en tegenstanders tegen elkaar op te zetten. Broeders en zusters, laten we elkaar niet de maat nemen. Laat ieder doen wat hij vindt waar hij vrede mee heeft. Of u zich wel laat vaccineren of juist niet, doet geen afbreuk aan uw redding. Wij zijn alle gekocht en betaald en bewaard onder het bloed van Jezus Christus en gaan respectvol met elkaar om. Als u denkt dat vaccinatie zondig is, doe het dan niet. En als u denkt dat u dit moet doen ter bescherming van uzelf en uw omgeving, doe het dan met een oprecht geweten. Laten we ons toeleggen op wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. God is almachtig. Die schrikt niet van dit virus of dit vaccin. Laten we ons daarmee bezighouden met die onderlinge vrede. Goed, ik stel voor dat we voorbeden doen. Heer onze God, we willen u danken voor de mogelijkheid die we hier hebben. Dank u wel, Heer God, dat we zo voorbeden mogen doen, ook voor onze broeder Zeeman. Heer, u kent hem, u weet wat hij meegemaakt heeft. U kent zijn zorg en zijn verdriet, zijn teleurstelling. En nu ook dit ongeluk, Heer God, we willen vragen of u hem wilt bemoedigen, nabij wilt zijn en verder herstel geven, zodat hij weer kan functioneren. We danken u voor wie u bent. En we willen ook zo bidden voor alle andere zieken in onze gemeente. We hoorden dat de operatie van Klaas is uitgesteld, Heer God. En we willen vragen of u hem wilt bemoedigen, Heer God. En ook hem kracht wilt geven straks wanneer het wel kan. Wil ik bidden voor hen die ziek zijn, Heer God, en in huis gebonden zijn, die in zorg zijn, die te lijden hebben onder de teleurstellingen van het leven soms. Heer God, wil ook daarin aanwezig zijn. We danken u dat u een God bent die leeft en een werkelijkheid bent in het leven van uw kinderen. En we bidden u, Heer God, dat er ook geen mensen zullen afvallen van het geloof in u. Dat de relatie met u schipbreuk zal leiden, Heer God, omwille van het feit
dat het moeilijker is om elkaar om te gaan en moeilijker is om de gemeente te bezoeken. De innerlijke band, Heer God, die we zo hebben, het aanspreken van elkaar zondags in de dienst, Heer God, wat eigenlijk niet meer kan, Heer, dat maakt het niet makkelijker voor me, Heer, maar we willen staande houden en uitzicht blijven houden op u. We weten, Heer God, dat uw komst zeer dicht nabij is. En we mogen ernaar uitzien als we u tegemoet mogen gaan in de lucht met zoveel anderen. Maar ons hart is bezwaard, Heer God, omdat er nog zoveel zijn om ons heen. Ook in onze families die u niet kennen. Vader, we zouden niet graag hen achterlaten. We willen bidden, Heer God, dat nog veel u mogen leren kennen. Ook hier in ons land, hier in onze gemeente, maar ook in ieders gezin. Heer, we zouden zo'n namen kunnen noemen, Heer God. We hebben mensen op ons hart, Heer, die we zo graag bij u zouden brengen. We bidden, Heer God, voor hen die ziek zijn. Heer, we bidden u voor hen die van op leeftijd zijn en aan huis gebonden zijn daardoor. We bidden u voor het werk in Israël. Bij de familie Smatja, het drukwerk, de Bijbels die verspreid worden, wil ik dat werk zegenen. En we bidden u, Vader in de hemel, dat nog vele van uw kinderen, van uw volk, u mogen kennen. De Messias werkelijk zoals u bent. We bidden u voor hen, onze broeders en zusters, die zwaar te lijden hebben onder vervolging. We bidden voor onze broeders en zusters in Nigeria, waar ware slachtingen plaatsvinden. Heer, onder uw kinderen. Heer, wilt toch genadig zijn en wilt u een oplossing geven. Ook hen die al zoveel jaren in Eritrea gevangen zitten. En jaren, Heer God, van eenzaamheid, van opgesloten zijn, Heer God, in isoleercellen. In werkkampen in Noord-Korea, om maar een paar aspecten te noemen. Heer, als we zo ook deze week weer van Open Doors ontvingen. De lijst, Heer God, met zoveel gebedspunten. Met zoveel mensen, Heer God, die daarachter zitten, achter die namen. Dan vragen we om genade ook voor hen. Bemoedig hen, Heer God. Doe hen ervaren dat u naast hen staat en merkbaar aanwezig bent. Ook voor die gezinnen die gebroken zijn daardoor en waar vader of moeder in gevangenschap zitten en zich alleen moeten redden. Heer, we bidden voor het werk in Roemenië. Wil ook dat werk zegenen, ook daar de gemeentes. Hen die het zo arm hebben, die moeite hebben om rond te komen. We bidden voor het werk op de Filipijnen. Wil ook dat werk zegenen, de zeven gemeentes die we daar, waar we zo met elkaar verbonden mogen zijn. Wil ook dat werk zegenen. Het werk op de Herikon willen we aan u opdragen. Ook de voorbereidingen voor de zomerkampen. Als het allemaal door mag gaan, Heer God, en kinderen weer het onderwijs mogen ontvangen. Vader in de hemel, we zien zo naar u uit en naar u op. Bidden ook, Heer God, voor deze week. U kent een ieder van ons zoals we luisteren, zoals we hier zitten. We weten wat door onze gedachten gaat. Dingen die mooi zijn of blijdschap brengen. Misschien ook onze zorgen voor de komende week. Heer, wilt u ook daarin ons leiden. Maar Heer, boven alles dichter tot uw vaderhart. Wil broeder Niemeyer zegen in het brengen van de boodschap. Omdat we weer vol verwondering mogen zijn over Jezus Christus. Heer, uw naam willen we loven en prijzen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Goed, we zingen nog een lied voordat ik het woord mag geven aan onze broeder. En dat is God van Trouw. Mag ik daarna het woord geven aan jou, Theo? Oh,
Broeders en zusters, wat fijn dat u vanavond hier bent. We gaan vanavond met elkaar nadenken over verwachtingsvol uitzien, zoals aangekondigd is. Vanavond over het onderwerp waarom eigenlijk. Waarom is het een voordeel om verwachtingsvol uit te zien? Wat mis je als je dat niet doet? Wat heb je als je het wel doet? Ook degenen die thuis naar deze dienst luisteren, fijn dat u ook deze dienst mee kunt maken, nu of misschien ook later. En ik hoop dat u ook met ons een hele mooie bijeenkomst mag ervaren. Als inleiding wilde ik graag met u een stukje lezen uit het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 13. Verwachtingsvol uitzicht. Uitzien waarom. Dat gaat over de brief die Johannes schrijft aan de gemeente in Philadelphia. En daar staat het volgende in vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb u een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht. Maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam van de stad mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing voor vanavond, voor vanmiddag. En mogen de Heer zijn woord aan ons allen overgeven. De eerste vraag die naar ons toe komt, is de vraag: is er überhaupt aanleiding om hem te verwachten? Is er een aanleiding om hem te verwachten of niet? Kunnen we vanavond zeggen, nou ja, weet je, het is wel heel interessant om al die dingen zo op een rijtje te zetten, maar het kan nog wel 100 jaar duren. Het kan nog wel 200 jaar duren. Waar hebben we het eigenlijk zo over? Waar maken we ons druk over? Is er aanleiding om hem te verwachten? Nou, om die vraag te beantwoorden wil ik graag met u vanavond eerst kort nadenken over wat er zo gebeurt in deze wereld. Er zijn drie lijnen. Drie lijnen, en ik zal u laten zien dat deze lijnen, geschiedslijnen, allemaal op hetzelfde punt uitkomen. We hebben het over de geschiedenis van Israël. En waar is die geschiedenis nu op dit moment uitgekomen? We hebben daar een aantal seminaravonden over gehouden, een poosje geleden hier in de gemeente. Daar weet u, als het goed is, al heel wat van Gods plan met Israël. We gaan vanavond kijken naar de wereldpolitiek, waar de wereldpolitiek nu op dit moment uitgekomen is. En we gaan vanavond kijken naar een geschiedkundige lijn van de kerk, waar de gemeente nu op dit moment aangekomen is. Want het is heel interessant om te zien dat zowel de lijn van Israël eindigt bij de wederkomst van Christus. De lijn van de wereldpolitiek in de Bijbel afgeschilderd leidt ook tot de wederkomst van Christus. En de lijn, de geschiedkundige lijn van de kerk, afgeschilderd in de kerk, leidt ook tot de komst van Christus. Drie lijnen, geschiedkundige lijnen, die we met elkaar kort gaan volgen. En wat heel wonderlijk is, we zien dat
zowel de lijn van Israël als de lijn van de wereldpolitiek, als de lijn van de gemeente, in onze tijd precies op hetzelfde punt uitkomen. Waardoor je zeker mag weten dat de komst van Jezus nabij is. Toen God, laten we eventjes nog dat even warm maken wat we met elkaar een poosje geleden hier gezien hebben over de vijgenboom die verdord is en hij weer uit gaat lopen. U weet het misschien nog wel, dat seminar wat ik hier toen gegeven heb een poosje geleden. Om dat nog even warm te houden. Als we eerst even gaan kijken naar de geschiedenis van Israël. Wat denkt u? De geschiedenis van Israël is begonnen bij de roeping van Abram uit Ur der Chaldeeën. Daar begint God met de lijn van Israël. En wat denkt u? Toen God Abraham riep, wist God toen ook al wat er met Israël zou gaan gebeuren? Kon God toen de hele geschiedenis van Israël al overzien, of was het voor God elke keer weer opnieuw een verrassing? Nou, het is zo mooi dat God al tegen, en dat hebben we de vorige keer ook gezien, ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar dat God in Genesis 15 al tegen Abraham zegt dat het volk van Israël 400 jaar verdrukt zal worden in Egypte. Nou, toen moest Isaac, Jacob, Jozef nog komen. God die overzag het al. En dat God in Genesis 15 het al heeft over brandende ovens en rook en vuurzuilen, waardoor Israël doorheen zou moeten gaan. Je zou bijna kunnen zeggen dat God toen al tegen Abram gezegd heeft dat het volk van Israël in de ovens terecht zou komen. Misschien wel in Auschwitz. Wat er in de Tweede Wereldoorlog met Israël gebeurde, is voor God ook geen verrassing geweest. Als er al in het woord van God aangekondigd wordt dat 2/3 van alle Joden om zal komen. We weten dat 2/3 van alle Europese Joden in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn. 6 miljoen Joden van de 9 miljoen. Dus dat is wel heel interessant om te zien dat God de hele geschiedenis van Israël overzien heeft. En we hebben de vorige keer ook gezien dat de geschiedenis van Israël 1-op-1 te vergelijken is met de geschiedenis van de Heer Jezus. De Zoon van God. Want Israël wordt ook de Zoon van God genoemd. Hoe begint de geschiedenis van Israël? Hoe wordt Israël als volk gevormd in een periode? Je zou kunnen zeggen dat is de geboorte van het volk Israël in de periode dat alle jongetjes in de Nijl geworpen worden. Hoe begint de geschiedenis van de Messias hier op aarde? Dat alle jongetjes in Bethlehem gedood worden. Hoe gaat het verder in de geschiedenis van Israël? Dan staat er: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat is het tweede wat we kunnen zien in de geschiedenis van de Messias? Ze vluchten naar Egypte. En dan staat er in Matteüs, opdat vervuld zou worden, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De Heer Jezus, die weer terugkomt uit Egypte. En wat gebeurde er toen? Het allereerste wat het Joodse volk meemaakte, toen het Joodse volk uit Egypte verlost werd, was de eerste stap die ze moesten doen, dat was dwars door de Schelfzee. En ze klommen op uit de Schelfzee. En bijbelleraar gaan ervan uit dat dat 3 dagen gebeurde. 3 dagen gebeurde na de uittocht uit Egypte. Wat gebeurde er 3 dagen nadat het paaslam geslacht werd? Toen kwam Christus omhoog uit de dood. Israël en de Messias. Toen Israël uit de Schelfzee omhoog geklommen is, kwam Israël hoeveel jaar terecht in de woestijn?
40 jaar werd Israël verzocht, beproefd in de woestijn. Toen Christus opstond uit de dood, toen Christus gedoopt werd in de Jordaan, zijn entree als het ware in zijn werk, en toen Christus opsteeg uit de Jordaan, wat gebeurde er toen met Christus? Hij kwam 40 dagen in de woestijn terecht, waar hij verzocht werd. 40 dagen in de woestijn. Toen Christus begon op te treden, wat was zijn boodschap? Bekeert u, want het koninkrijk is gekomen. En wat deed er Jezus toen? Wat deed Mozes? Toen Mozes bij de grenzen van het land Kanaan kwam, heeft hij 12 verspieders uitgezonden. En wie heeft Jezus uitgezonden om de boodschap van het koninkrijk te verkondigen? 12 apostelen heeft hij uitgezonden, 2 aan 2. De 12 verspieders kwamen terug met een grote druiventros uit Hebron. Er waren heel veel wijnteelt was daar, wijngaarden. De tros met druiven kwam terug. Toen de Jezus zijn dienst begon, of eigenlijk wat verderop met de dienst kwam, zei de Jezus: ik zal van nu aan niet van de vrucht van de wijnstok drinken. Heeft het Joodse volk toen genoten van die vrucht van de wijnstok? Nou, eventjes. Maar Hebron was voor hen onbereikbaar geworden. Jezus zegt: je zult niet genieten van de vrucht van de wijnstok. Totdat ik deze vrucht met jullie nieuw zal drinken. En daarin heeft Jezus, we kunnen wel, nog wel veel meer vergelijkingen doen. Israël heeft de Messias of de koning verworpen onder de profeet Samuel. Jezus werd ook verworpen. Het koninkrijk werd uitgesteld. We hebben het vanavond nog gelezen in de opening, dat er gezegd werd: maar er komt een moment dat het Joodse volk weer zal terugkeren. Om dan maar niet te spreken van het moment dat Jezus terug zal keren. En het koninkrijk gevestigd zal worden. Weet je, als we naar de lijn van Israël kijken, dan is het allemaal voorzegd. Het is allemaal aangekondigd dat de koning verworpen zal worden. Dat het land in 2 stukken verdeeld zal worden. Dat het volk verstrooid zal worden over de hele wereld. Maar dat het volk ook weer terug zal keren naar zijn eigen land. Er zijn zoveel profetieën die in onze tijd wat betreft Israël in vervulling gaan. En ik geloof zonder meer, de boodschap dat het Joodse volk, weet u, in de opwekkingsbijeenkomsten in Wales in 1832, hoort het goed, 1832 werden in Wales al conferenties gehouden door de broeders van de Vergadering van Gelovigen. En weet u wat het thema was? Het herstel van Israël. Zie je dat? Johannes de Heer die begon met zijn werk in 1919 hier met het uitgeven van het blad Het Zoeklicht. En waar ging de boodschap over? Het herstel van Israël. Was er toen al veel te zien? Nee. Nee. Er kwam alleen maar haat, antisemitisme, Hitler, het Joodse volk wat nog erger vervolgd werd. Waar zij over gesproken hebben, waar zij over geschreven hebben, waar zij naar uitgekeken hebben, broeders, zusters, jongens en meisjes, dat zien wij vandaag in onze tijd vervullen. Het gebeurt in onze tijd. Het Joodse volk keert weer terug.
Is er aanleiding om Jezus te verwachten? Natuurlijk. Als het Joodse volk terugkeert, dan komt de Messias ook terug. Is niet anders. Dat is de geschiedenislijn van Israël. Als we kijken naar de geschiedenislijn van de wereldpolitiek. God is met deze wereld begonnen. En de eerste machthebber, de eerste regeerder over deze wereld was Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Weet u dat er in het dat staat in Genesis, moet je nagaan, Genesis 9 al. En in Openbaring 17, 18 en 19 hebben we het over het laatste boek van de Bijbel. Gaat het over de val van Babel. Toen Nimrod begon met zijn wereldregering. En Nimrod is in de Bijbel een beeld van de antichrist. Hij was een geweldig jager en kan er wel meer over vertellen. Toen Nimrod begon, toen de wereldheerschappij begon. Toen wist God al precies wat er zou gaan gebeuren. Hij overziet de hele geschiedenis. God is niet gebonden aan tijd. We zullen er zo nog iets meer over horen. Maar voor God was de hele wereldgeschiedenis al bekend. Vandaar dat er profeten geweest zijn zoals Daniel. Die het hele wereldgebeuren de revue laat passeren. Daniel die heeft geschreven over wereldrijken die zouden komen tot aan de regering waar wij vandaag mee te maken hebben. Weet je, de Bijbel is niet een museumboek. De Bijbel is niet een boek wat alleen maar over vroeger gaat. Maar de Bijbel gaat over de tijd van nu. Maar ook over de tijd die komt. De Bijbel is zo onnoemelijk actueel. En de Bijbel die laat dus heel duidelijk de hele geschiedenis zien. De hele wereldgeschiedenis. En in de Bijbel kunnen we lezen over het Egyptisch wereldrijk, waaronder het Joodse volk geboren werd. Het Assyrische wereldrijk, waaronder het Joodse volk zo geleden heeft, vooral de 10 stammen. We kunnen lezen over de 4 koninkrijken, de wereldrijken, waar Daniel over heeft. Over het Babylonische wereldrijk, met Nebukadnezar. Waaronder Juda gevangen genomen werd. Het is heel wonderlijk dat elk wereldrijk heeft op de een of andere manier een connectie met Israël. We kunnen lezen over het Medo-Persische wereldrijk. We kunnen lezen over het Grieks-Hellenistische wereldrijk met Alexander de Grote. We lezen over Alexander de Grote. Terwijl het Griekse wereldrijk er überhaupt nog niet was in de tijd van Daniel, schrijft Daniel wel, er zal straks, en dat vergelijkt hij dan met een harige geit, met een eenhoorn. Misschien kent u dat wel, een eenhoorn. En die gaat alle kanten op en die overwint de hele wereld, zelfs zonder de wereld aan te raken, in een bliksemmoment. En ineens breekt die hoorn af. Nou, we weten van Alexander de Grote dat hij heel jong gestorven is. Heel jong. Ineens was het voorbij voor Alexander de Grote. En wat staat er dan in Daniel? En in de plaats van die grote hoorn kwamen de 4 kleine hoorntjes. Wat is er gebeurd na Alexander de Grote? Hij heeft zijn Grieks-Hellenistisch rijk verdeeld. Tenminste, zijn rijk werd verdeeld onder zijn 4 generaals. Weet je, het boek Daniel is... Dat is ook de kritiek geweest van theologen die zeggen, ja, maar dat kan Daniel nooit van tevoren geschreven hebben. Hoe wist hij dat? God wist het. En God heeft de hele geschiedenis al lang overzien. En hij heeft het geschreven over het Griekse wereldrijk en over het Romeinse wereldrijk. En toen? Dat Romeinse wereldrijk, dat was het toen Christus de eerste keer kwam. Toen was keizer Augustus
Octavianus, zo heette die eigenlijk, keizer van Rome. Maar God die bestuurde. En hij liet keizer Augustus precies de goede wetten geven op het moment dat Jezus geboren moest worden. Want anders was Jezus nooit in Bethlehem geboren. Het was God die de regie had. Maar waar eindigt dat dan? Welk rijk komt er dan na dat Romeinse wereldrijk? Wat zegt de Bijbel daarover? Want daar zegt de Bijbel ook wat over. Dat Romeinse wereldrijk wordt opgevolgd door een rijk wat uit de hemel komt. En dat is de Jezus. Die zal komen. Ja, maar waar zitten we dan nu? Nou, dat is wel heel interessant. Over dat Romeinse wereldrijk, daar wordt gezegd in Openbaring 17, dat dat rijk, dat was er, inderdaad, dat Romeinse wereldrijk was er. Dat rijk is er niet en dat rijk zal er weer zijn. De Bijbel spreekt erover dat het hersteld Romeins wereldrijk. We moeten niet vergeten dat de Europese Unie, de geboortegrond van de Europese Unie ligt in Rome. Dat in de tijd van keizer Augustus, hij heette Octavianus, dat was zijn eigen naam. Hij kreeg de erenaam Augustus en dat betekent, die kreeg hij van de Romeinse Senaat. Weet je wat Augustus gedaan had? Augustus had ervoor gezorgd dat het grote Romeinse Rijk van Julius Caesar tot één rijk gevormd werd. En dan moet u goed luisteren. Binnen dat Romeinse Rijk heeft hij ervoor gezorgd dat het door het hele Rijk met één munt betaald kon worden. In dat hele Romeinse Rijk, daar vielen alle binnengrenzen weg. Zodat je zo van het ene land naar het andere land kon gaan, want het viel allemaal binnen het Romeinse wereldrijk. Binnen dat Romeinse Rijk werd iedereen opgeschreven, genoteerd. Er was een hele databank. Iedereen had zijn nummer, zijn SOFI-nummer gekregen. En daarom moest Jozef naar Bethlehem om daar zijn SOFI-nummer te krijgen. Want hij was daar geboren. Grote databanken toen. Iedereen die werd opgeschreven. En het vierde wat er gebeurde, hij zorgde ervoor dat in het hele land uiteindelijk iedereen verstaanbaar was door de Griekse taal die ingevoerd werd. Eén taal. Nou, deze vier dingen. Eén munt. Het Schengen-verdrag. De grenzen weg. De databanken die er zijn. Big Brother watching you. Er is nog nooit. Kijkt u wel eens naar het programma Hunted? Dat is een programma, daar moet je verborgen blijven. Nou, je kunt niet verborgen blijven in deze wereld. Iedereen die weet van alles en nog wat van je. En we spreken allemaal dezelfde digitale taal. De wereld was nog nooit zo klein geweest. Dat is de tijd waarin we vandaag terechtgekomen. Het lijkt precies weer de tijd van keizer Augustus. Maar dan in het moderne jasje gestoken. Alles wordt gecontroleerd. En als we ooit een tijd gehad hebben waarin iedereen alles over de ander weet, dan is het nu wel geweest. De Bijbel spreekt hierover dat het Romeinse wereldrijk zich onder de leiding uiteindelijk van de antichrist gaat herstellen. Dus als we naar de wereldpolitiek kijken, dan zeg ik net zoals bij de wereld, bij de lijn van Israël, we zijn bij het eindpunt uitgekomen. Niet alleen de geschiedenis van Israël, maar ook de geschiedenis van de wereldpolitiek. We gaan nog even verder.
We hebben ook nog een lijn van de kerk. Toen de gemeente in Handelingen 2 ontstaan is, er kwam een geweldige windvlaag en de gemeente ontstond. Wat denkt u? Kon de Heere God toen al de hele geschiedenis van de kerk overzien? Wist God toen het begin van de kerk, maar ook het einde van de kerk en ook alles wat er tussenin gebeurde? De hele kerkgeschiedenis, was het voor God allang een open boek? Of niet? Ja. En wat is dan de kerk vlak voor de komst van Jezus? Want dat is wel heel interessant om te weten in welke tijd we nu leven. Waar is mee begonnen? Is dat de reden waarom dat in Openbaring 2 en 3 7 brieven geschreven worden over de gemeente? U weet wel, de gemeente wordt vergeleken met een kandelaar. Als we hier de kandelaar bekijken, dan ziet u daar ook 7 lampen. Toch? Op die kandelaar. Maar samen vormen ze 1 gemeente. En daarom worden hier aan 7 gemeenten iets geschreven, maar het gaat uiteindelijk over de geschiedenis van de gemeente. En weet je dat je in deze 7 brieven natuurlijk de boodschap kunt vinden voor elke gemeente afzonderlijk? Dat is zeker waar. Maar is ook gericht op de situatie van die gemeente. Dat je in die 7 brieven aan de gemeente ook voor elke gemeente een boodschap hebt. Of het nou over Sardes gaat, of Thyatira, of Efeze. Het is een boodschap voor ons ook heel persoonlijk. Maar in deze 7 brieven vind je ook de hele kerkgeschiedenis. Van het begin tot het eind. Als je kijkt naar de gemeente van Efeze. Dat is de eerste brief die geschreven wordt in Openbaring 2. Hè? Heeft u enig idee met hoeveel man is gewoon, als ik het heb over de gemeente, met hoeveel man is de gemeente ontstaan? Twaalf, hè? Elf. Er is er eentje bijgezocht. 12. Met 120 zelfs waren ze bij elkaar. Heeft u wel eens gelezen met hoeveel mensen de gemeente van Efeze ontstaan is? Dat is de eerste brief. De gemeente van Efeze gaat over het begin van de gemeente. De start van de gemeente. In Handelingen staat dat Paulus in Efeze kwam en hij vond daar discipelen van Johannes de Doper. Die waren nog niet gedoopt, maar ze geloofden wel in God. Weet je hoeveel dat er waren? 12. 12 discipelen van Johannes de Doper. We kunnen het lezen in Handelingen. 12 apostelen. 12 mannen, discipelen van Johannes de Doper. Daar is de gemeente mee begonnen. En er staat dat Paulus daar sprak 2 jaar lang. En dat binnen die 2 jaar lang heel Klein-Azië het woord van God hoorde. Wat een explosie. Het evangelie dat knalde eruit. Dat is het begin van de gemeente. Zo is de gemeente ontstaan. En wat kwam daarna? Daarna kwam de gemeente van Smyrna. Smyrna heeft met meren te maken. Meren wordt gewonnen uit de wonden van een bast, van een boom. Smyrna, weet je, na die bruisende start van de gemeente kwam de gemeente, dat is de tweede periode waar ik het nu over heb, kwam de gemeente in een vreselijke vervolging terecht. De gemeente werd vreselijk vervolgd. Christenen werden in de arenas gedood, in de amfitheaters kwamen ze terecht. Christenen die hadden geen recht om te leven. Zo'n verschrikkelijke vervolging is er nog nooit geweest. Dat is de periode van Smyrna. De tweede periode van de gemeente. Vanuit de kerkgeschiedenis. En toen? Het leek wel als een bliksem. Ineens hield de vervolging voor de kerk op. De kerk werd niet meer vervolgd. Er kwam een heel andere periode aan. Hoe het kwam? De grote keizer, Constantijn de Grote, in 320, 330, kwam tot
bekering. En de kerk werd beschermd. De kerk werd niet meer vervolgd. De eenvoudige verkondigers van het evangelie werden de bisschoppen. De grote kerkleiders, de catacomben waar de christenen samenkwamen, werden vervangen door grote kathedralen, grote basilieken. En het was een eer om bij de kerk te horen. Dat was de derde periode van de kerk. Waarmee de kerk, mag ik het zo zeggen, niet meer vervolgd werd, maar een staatskerk werd. Een soort instituut. En wat gebeurde na die periode? Het was dus de periode van Pergamum. Dat is de derde kerk die aangeschreven wordt, Pergamum. Dan krijg je de brief aan Thyatira. Daar wordt over Izebel geschreven. Over zonde. De kerk van Thyatira kun je bijna één op één leggen met de duistere periode waarin de kerk terechtgekomen is onder het pausdom. Van de middeleeuwen. Waarin het niet meer ging om het woord, maar over verleiding, over dingen die men dacht dat het belangrijker is. Dat is een volgende periode. Dus het bruisende begin, de grote verdrukking, heel veel vervolging, de staatskerk en toen de kerk onder het pausdom. Duistere, duistere periode voor de kerk. Met verleiding, met afgoderij in de kerk. Thyatira. En dan komt Sardes. Sardes, een kerk die de naam heeft dat ze leeft, maar eigenlijk in slaap gevallen is. En wat gebeurt er dan in Sardes? Dan zijn er enkele die wakker worden. Ze worden wakker geschud. En ze moeten de mensen die dreigen te sterven weer wakker maken. Wat is er gebeurd na dat pausdom? Of in die tijd van het pausdom kreeg je te maken met de kerk van de reformatie. De kerk van de reformatie. En dat gebeurde zo 1600, 1500. Een nieuwe stroming binnen die kerk. En dan kom je bij begin 1900. Dan kom je bij de gemeente van Philadelphia. Een kleine gemeente. Beetje veracht, niet zo meetellend. Maar, zoals Philadelphia zegt, jullie zijn wel klein, maar jullie hebben een open deur naar de hemel. Een verwachtingsvolle gemeente. De Maranatha-beweging ontstond. De baptistenkerken ontstonden. 1845, ja, vanuit Duitsland. De baptistenkerken ontstonden, de vrije evangelische gemeenten ontstonden, de vergaderingen van gelovigen die kregen voet aan wal. Er was een hele nieuwe evangelische beweging binnen de kerk van Jezus Christus die gekenmerkt werd, ook wat hier staat, verwachtingsvol uitkijken. Ze keken uit naar de komst van Christus. De baptistengemeenten, de vrije evangelische gemeente en de vergaderingen van gelovigen, die waren in hun beginfase allemaal, zonder uitzondering, Maranatha gemeente. Ze keken uit naar de komst van Jezus. Dat was de periode van Philadelphia. En wat komt er na Philadelphia? Laodicea. Laodicea is een samenvoeging van twee woorden. Laos, dat is het woordje voor volk, Laos. Dicea betekent keuze. Laodicea betekent de keuze van het volk. Het gaat niet meer om wat God zegt, maar het gaat erom wat wij willen. Wat wij leuk vinden. Wat wij willen horen. Een kerk die niet meer onder het gezag van God staat, maar onder het gezag van een soort democratie. Onder de kerkgangers.
gezag ontbreekt, leiding ontbreekt, het woord ontbreekt. En dan, en dat staat er in vers 20 van Openbaring 3, ik sta aan de deur en ik klop. Moet je nagaan. De kerk komt samen en wie staat er buiten? Jezus staat er buiten. Ik zeg wel eens, als een moment komt dat er Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen. Dat prachtige moment waar we als kerk naar uit mogen kijken. En dat gebeurt op zaterdagavond of zaterdagmorgen. Dan kan ik ook een briefje geven dat zondagmorgen nog een heleboel klokken aan het luiden zijn. En dat er misschien nog heel wat kerkdiensten gehouden worden zonder Jezus. Dat is de kerk van de antichrist. Dat is de kerk van de organisatie, dat is de kerk van de ecumene, dat is de kerk die zich samenvoegt met de kerk van Rome, met wat de paus gezegd heeft, Fratelli Tutti. De nieuwe encycliek die hij uitgesproken heeft in Assisi. En deze encycliek luidt in het Nederlands vertaald, wij allen zijn broeders. Daarom is hij naar Irak gegaan. Daarom heeft hij daar moslimkopstukken ontmoet. En hij vertelt, wij zijn allen broeders. Broeders en zusters. Vandaag is er een hele belangrijke keuze. Wil je bij Laodicea horen? Of wil je bij Philadelphia horen? Wil je bij die massa horen die zegt, we hebben aan niets gebrek? Het is prachtig. Terwijl de Heer zegt, jullie zijn naakt. Jullie zijn arm. Jullie zijn blind. Maar uiterlijk geweldig. Prachtig. Niets mankeert eraan. Of jullie bij Philadelphia horen. Misschien wel klein. Misschien wel veracht. Maar wel een open deur naar de hemel. Is er aanleiding? Is er aanleiding om Jezus te verwachten? Als we naar de geschiedenis van Israël kijken, ja. We zijn op het eindpunt uitgekomen van Israël. Waar God de regie weer overneemt. Als we kijken naar de geschiedenis van de wereldpolitiek, ja. Meer dan ooit kunnen we er Jezus verwachten. Als we kijken naar de ontwikkeling van de kerk, we hebben ze allemaal al gehad. De hele kerkgeschiedenis. En God wist het van tevoren. We zijn op het eindpunt uitgekomen. Jezus komt. Er is aanleiding om hem te verwachten. Misschien nog een vraag. Wat is je motivatie om hem te verwachten? Waarom zou je naar hem uitkijken? Je hebt toch goed hier in deze wereld? Je hebt toch je natje en je droogje, je hebt je kleding, je hebt je onderdak. Waarom zou je hem verwachten? Weet je, de gemeente van Philadelphia, die zo verwachtingsvol is, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Het was een gemeente die verwachtingsvol was. Ik hoop u ook. U ook als Bethel-gemeente hier in Hattem, dat we hem verwachten. En dat bevel, dat moet je bewaren. Hem blijven verwachten. Hoe lang? Hoe lang nog? Waar gaat het naartoe? Ja, de Bijbel zegt het gaat naar de bruiloft. Hoe zou je het vinden als een meisje verloofd is met een man? Ze hebben een trouwdag uitgekozen. En dat meisje zegt, nou, het mag van mij nog wel een hele poos duren. Ik kijk er helemaal niet naar uit. Stel je voor als ik op een gegeven moment in Amerika ben voor een aantal lezingen. En ik bel Helene op. Ik zeg, Helene, ik kom wat eerder thuis na een paar weken. Het is rond hier. Ik bel vrijdag op. Ik zeg, Helene, ik kan voor het weekend thuis zijn. En dat Helene tegen me zegt, nou Theo, je bent nou 2 weken weg geweest. Knoop ze nog een weekje aan vast, joh. Er is nog genoeg te zien in Amerika.
Je hoeft nog niet zo snel te komen. Doe maar rustig aan. Hoe zou ik dat voelen? Nou, ik denk dat ik dan nog eerder naar huis zou gaan. Ja, toch? Hoe voelt de heer Jezus dat aan? Als we zeggen tegen Jezus, blijf nog een poosje weg. Het hoeft van mij nog niet. Het hoeft nog niet. Ik heb het hier goed. Ik weet niet wat het daar is. Moeten we ook nog maar afwachten. Hou je er nog wel van, de heer Jezus? Ik heb één keer mijn vrouw op de proef gesteld of ze nog wel echt van me houdt. Ik ben een fanatieke mountainbiker. Ik heb hier ook nog wel eens in de buurt gemountainbiked. Prachtige routes heb je hier. En ik was een mountainbiker bij ons, bij Gildenhaus. Dan heb je Bad Bentheim, een paar mooie bergjes, mooie heuvels. Dat is echt nog mountainbiken. En op een gegeven moment begon het zo te regenen. En ik kwam zo onder de modder terecht. En ik dacht, ik wil Helene toch wel eens beproeven. Dus ik bel Helene op. Ik zeg, Helene, ik sta hier in het Gildenhauserven, helemaal onder de modder. In de regen. En Helene die was thuis. Ik zei, zou je me op willen halen? Ik kan niet verder meer. Waar sta je dan precies? Hoe moet ik daar komen? Ik heb het uitgelegd. En ja hoor, ze hingen op. En ze staat bij de achterdeur. En ze doet de achterdeur open. En ik stond voor de achterdeur. Ik zei, Helene, dat had ik niet van jou verwacht. Dat jij van plan was om mij helemaal daar vandaan op te halen. Ik hou van je. Als die liefde tussen man en vrouw, als die liefde tussen jou en de heer Jezus er niet is, als we het over de lijdensweken hebben, wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft, als die liefde die hij voor jou had niet wederkerig is, dan zegt Paulus in een van zijn brieven, dan moet je jezelf onderzoeken of je nog wel in Christus bent. Of het nog wel echt is. Ik weet, dit is heel serieus wat ik nu zeg. En misschien voor sommigen ook wel pijnlijk. Maar houden we nog wel van Jezus? Laat dat de motivatie zijn om hem te verwachten. Waarom? Mijn Jezus, ik hou van u. Daarom verwacht ik hem. Daarom kijk ik uit naar hem. Ik weet, in deze wereld kunnen we het ontzettend naar ons zin hebben. Hoewel, de laatste tijd valt het wel een beetje mee tegen met die coronacrisis. Ik denk dat die hele coronacrisis een frontale aanval is van de Satan op de kerk. En dan is het wel heel belangrijk om dicht bij zijn woord en dicht bij Jezus te blijven. We kunnen het hier zo goed hebben. En dan denken we, ja, waarom zou, wat moet je nou nog meer? Laat ik het zo zeggen. Het mooiste moment wat je ooit hier op aarde meegemaakt hebt. Het moment dat je verkering kreeg met degene waar je mee getrouwd bent. Het moment waarop je hoorde dat je niet die ziekte had en dat je genezen bent. Het moment dat je hoort dat je aangenomen was voor die baan. Het moment dat je een gezonde zoon of een dochter in je armen mocht houden. Weet je, dat zijn van die prachtige momenten die je nooit meer vergeet. Weet je, dat moment, het allermooiste moment van jouw leven, verbleekt bij het moment als je straks Jezus ziet van aangezicht tot aangezicht. Dat is allemaal niks meer waard. En de hemel? De hemelse heerlijkheid? Dat is niet een droomwereldje. Waar allemaal mensen met papieren vleugeltjes rondfladderen. En waar je zomaar even doorheen kan prikken.
Maar dat is realiteit. Dat is echt. Kijk, ik kan dit vasthouden. En dan denk ik van, oké, dit is echt. En waar u het over heeft, over die heerlijkheid, dat is niet echt. Dat is niet reëel. Dat is geen werkelijkheid. Nou, reken erop dat het echt werkelijkheid is, hoor. Dat is voor onze ogen verborgen. Wij kunnen met onze ogen alleen maar de kleuren van de regenboog zien. Het prisma wat wij kennen. We kennen de kleuren van de regenboog. Maar het is bekend dat er nog veel meer kleuren zijn. Die wij helemaal niet kunnen regelen. Kijk, wij kijken niet alleen met onze ogen, maar met onze hersens. Hè? Onze ogen vangen de lichtstraal op. En de lichtinvang. En onze hersenen maken daar plaatjes van. Maar er zijn nog veel meer kleuren. Er zijn nog veel meer dingen die wij helemaal niet horen. Ons gehoor is een soort octaaf met een klavier. Maar er zijn heel veel lage tonen die wij niet horen. Er zijn heel veel hoge tonen. We leven maar in een heel beperkt lichaam. Met een heel beperkt verstand. Mensen, wat we straks te zien krijgen, als we Jezus van aangezicht tot aangezicht mogen zien, dat overtreft onze stoutste verwachtingen. En zoals u als man uw bruid zag toen u ging trouwen, ik hoop niet dat het voor u geweest was van, oh, zie je er zo uit? Ik had verwacht dat je er een beetje iets meer gedaan had voor me. Nee, het zal verreweg je stoutste verwachtingen overtreffen als je straks bij Jezus bent. Het is echt iets om naar uit te kijken. Daarom kunnen we straks, en we zullen afsluiten met gebed. En de volgende keer zal ik er iets meer over zeggen van, maar wat verwachten we dan? Zullen we afsluiten met gebed en zingen we dat prachtige lied. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Schitterend in schoonheid en pracht. Hem zal ik daar dankbaar mijn hulde steeds zien, omdat hij het voor mij heeft volbracht. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. We hebben met elkaar gekeken naar de geschiedenis van Israël, die eindigt bij de wederkomst van Christus. We hebben gekeken naar de geschiedenis van deze wereld, waarin we leven, de wereldpolitiek, die eindigt bij de komst van de koning, die de antichrist zal onttronen en koning der koningen zal zijn en heer der heren. We hebben gekeken naar de geschiedenis van de kerk. We hebben de verschillende fases gezien waardoor de kerk heen gegaan is. En we hebben ook gezien, Heer, dat we als kerk in deze tijd uit mogen kijken naar uw komst. Meer dan ooit. Philadelphia, een gemeente waar liefde hoog op de agenda stond. Heer, en we hebben er net iets over gehoord, hoe je als christenen met elkaar ook verkeerd om kunt gaan, elkaar kunt bekritiseren of bedweterig elkaar de les leren, de les lezen. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om in liefde elkaar te aanvaarden, elkaar te verdragen. Maar bovenal, Heer Jezus, om uit te kijken naar uw spoedige komst. Wat zal dat mooi zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Voor degenen die thuis zijn, 568 uit Johannes de Heer. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Zullen we dat met elkaar gaan beluisteren of zingen? Ik denk dat het... We gaan naar luisteren. Oké.
met zo'n prachtig lied maak je al een klein stukje hemel mee, hè? Zullen we gaan staan en zal ik de zegenbede uitspreken al bij het naar huis gaan. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop we de Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Amen. God zegen u en wel thuis. En we hopen elkaar over 2 weken weer om 7 uur dan terug te zien. Wel thuis.